De ooit zo befaamde RTL Boulevard met Albert Verlinde en Bo van Erve Dorens lijkt lang vervlogen. Het programma is nu een allegaartje geworden met een overvloed aan presentatoren, wat volgens Raymond Mens schadelijk is voor de herkenbaarheid. Sterren zijn het eens met deze kritiek en vinden dat het roer om moet. Tieneke de Nooy pleit voor terugkeer naar twee vaste presentatoren, aangezien er al diverse specialisten zijn. Het continu gewissel van presentatoren maakt het lastig voor de kijkers om een band op te bouwen met het team van Boulevard, vindt ook Bobby Ede. Een vast team zou zorgen voor meer binding met de kijkers. Ria Valk geeft aan dat ze soms niet eens meer weet naar wie ze kijkt en verlangt terug naar de tijd met Albert Verlinde en Winston Gerstanovic. Johan Flemmix spreekt zelfs van chaos bij de showrubriek. De vraag is of RTL Boulevard naar de kritiek zal luisteren, of dat ze blijven leunen op hun hoge marktaandelen. Hoewel waarschijnlijk voor het laatste gekozen zal worden, zou een beetje meer herkenbaarheid niet misstaan. Als er dan toch iets moet veranderen, lijkt Eddie Zoe als eerste te moeten wijken, zo blijkt uit een poll onder lezers van Mediacourant.